Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over verschillende types manegeponies. Wij hebben namelijk ook op de manege gereden, namelijk manege TRC Het Heel Speek. En daar waren er heel veel verschillende type manegeponies. En wij dachten, laten we dit eens even opzoomen voor jullie. Voor deze sketch hebben we een aantal hele toffe assistentes gebruikt. Eline, Milene en Amelie. Bedankt meiden. Oh my god, is dat een mooie? Hij is zo schattig. Hij is zo schattig. Oh, nee. Maar hij is sowieso een springpony. Sowieso nee, is een... Nee, wat zou je nou? Het is gewoon een springpony. Maar ben het dat ik hier op mag? Ik wil hier echt op. Dit ik is zweer. Dressuur hoor. Nee, dit is een springpony. Kun je zien? Nee, dit is een springpony. Nee, Milena, kom eens kijken. Oh, die is zo schattig. Is dit is toch een springpony? Kijk, nee, die is voor de trots. Je bent zo lekker pony. Ik weet zeker dat ik ook jou mag. Ik denk dat hij nummer 5 jaar is. Nee, hij is 8 jaar. Wat zeur. Nee, 4. 4. 3. 2. Nee. Nee. Jawel. 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 Springen. Die houdt van sowieso van springen. Niet thuis. Dit is dressuur. Hoi dames. Hallo. Hi. Het is zo leuk. Ja. Mag ik je wel houden? Dames, ik ga even wat vertellen over deze pony. Nou, hij is 28 jaar. Niet. Hij komt hier voor de trekles. Niet dus. Niet. Wat is trekking? Trek is als... Nee, ga ik niks over vertellen? Dat is volgende les. Nee, kom op, nu wil ik het weten. Nee. Dat is voor de volgende les. Niemand gaat op die pony. Klaar. Ja. Nu weg hier. Ik hou van jou. Doei. Nu weg! Kom maar niet! Ik heb je gekend hebben! Laat ik je toch in te hebben! Ja! Yes, ik mag op jou. Oh, je hebt echt geluk. Ik wil echt niet op Hop is. Hij is zo groot. Waarom mag jij nou Jot? Ik vind het echt niet eerlijk. Ik zweer. Ik vind het echt niet eerlijk. En Milena mag op Lotus. Dat is mijn lievelingspony. En ik mag daar niet eens op. Yes, ik mag op Jot. Oh, zo blij. Oh my god, hij is zo groot. Dat was het. Gereden, of niet? Nee, ik voel echt niet op. Laat me alsjeblieft op een andere. Anders ga ik gewoon weg. Ik heb... Verdikkie, hoe heet die ook alweer? Lotte. Lotte, vind je Lotte leuk? Ja. Die doet bokken, hè? Dan kun je zo een beetje vliegen in de lucht en zo. En zandtappen, dat vind ik wel mooi. Maar, en dan vind je die niet toch? Nee. Ja, kind, het maakt mij er niks uit. Zodra de juf het maar goed vindt. Ga maar op, zadel hoor. Yay! Maar ja, zal vast wel bevallen. Oh, Lotte, ga je lekker opzadelen. Hoe is? Rustig, paard. We moeten even sneller. Als we op de maatje weer boos, heb ik ook helemaal geen zin in. Maar toch alweer boos omdat jij op het bocht. Dat is toch niet uit. Eline, hij moet nu stoppen met bokken. Hij mag niet meer bokken. Nee. Ophouden nou. Eline, je wilde dat ik boos word, hè? Je bent maar gewoon uitlokken op dit moment.
Ik kan het niet hebben hoor, echt niet. Ik als ik nog één keer bokte, kom ik aan. Ja, dat was het, Eline. Stoppen, eraf, nu. Nu. Want anders valt hij terug. Dus ga maar lekker rijden zoals je wilt. En dan zie je dan wel. Milena, doe even iets rustiger aan. Goed zo, want Japan is heel druk. Je moet gewoon heel eventjes weer opvangen. Mooi op een kleine folder zetten. Ophoudingen maken. Doe maar gewoon rustig aan. Want hij is heel sterk, dat weten we. Maar je moet gewoon eventjes ophouden maken en zelf heel kalm blijven. Goed zo. Nou, dit waren de types verschillende manegeponies. Als jullie nog een soort manegepony weten, zet ze dan even onder in de reacties. En laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Hoe ben jij? Ben jij even aan? Hoe moet ik jou... Nee, ik ben Bertha! Oké. Okay. Hi, leuk dat je kijkt. Kom eens. Is het een beetje goed of niet? Jij zei echt zo. Lekker hamlapje. Lekker hamlapje. Lekker hamlapje. Jij hebt wel lekker hamlapje. Oh, we hebben boet in de sketch. Dit waren de types. Dit waren de. Hou op!